Hoe kan je nu precies jongeren erfgoed tof laten vinden? Erfgoed, dat klinkt toch gewoon saai. Dat zijn dingen die in een musea zitten onder een stolp of zo en die de plaatselijke kuisvrouw één keer in de week komt afstoffen. En jongeren? Dat zijn toch die mensen die alleen maar een godganse dag in hun zetel hangen en zitten te sms'en of te facebooken. Hoe kunt je die twee nu in godsnaam matchen? Wel, begint natuurlijk al met het feit dat je die jongeren moet zien te vinden. Dus als je gaat flyeren voor je erfgoed, doe dat dan in godsnaam niet bij de Lions Club of van die andere sociaal toestanden waar God betert geen jongeren in 100 kilometer in het rond te zien valt. Laat dan toch een jongere zelf die flyers uitdelen. Dan komt hij ook nog eens op café en kan hij daar misschien met zijn culturele achtergrond nog een lief op rapen. En als je dan geflyerd hebt op de juiste plaatsen en je tentoonstelling staat op Facebook en er wordt over getwitterd, dan ben je nog niet rond. Want jongeren van tegenwoordig, die hebben heus niet allemaal een brommerke. Want het is crisis. En de NAF staat heel duur. En het openbaar vervoer, dat is toch ook niet alles. Dus ja, hoe gaan ze er dan geraken? En heb je wel genoeg bordjes en pijlen in de buurt van uw erfgoedinstelling om die jongeren de weg te wijzen? Want een sportpaleis, dat is natuurlijk makkelijk te vinden. Maar een stadsarchief? Hela hola, dat is geen halte van de metro, hè? En als ze dan voor de deur staan, is zeker geen goed idee om nog eens meer dan de helft van hun zakgeld te vragen om binnen te mogen. En dan gaan die onthaalmensen allemaal vies staan kijken naar de jongeren en die voelen zich toch niet helemaal welkom en staan daar wat onwennig te draaien en die jongeren weten ook niet direct wat ze daar dan moeten doen en waar het begin is en waar ze wel of niet mogen babbelen en mogen ze eigenlijk hun gsm wel laten opstaan. Dus ja... Zo'n vriendelijke mens aan de balie, die laat zien dat hem blij is om u te zien en die zegt dat er gratis wifi is in de zalen, dat is wel de max. Dat zou wel helpen natuurlijk. En om dan maar ineens verder te gaan met die vriendelijke mens aan het onthaal, die jongeren vinden natuurlijk tof dat ze een beetje welkom zijn en die willen graag dat het allemaal wat gezellig is, dus waarom zet je geen extra zeteltjes in de inkomhal? Dan kunnen ze daar gelijk met een paar maten gaan zitten babbelen. Want cultuur, dat is toch iets dat ze het liefst met hun vrienden samen doen. En het thema moet ook een beetje tof zijn, hè? Want Rubens, ja mannen, dat rockt niet echt. Hè? Allee ja, tenzij dat ze zo'n beetje speciaal achter de schermen mogen kijken naar iets dat anders niet te zien is. Want dat is dan toch wel cool, zo'n VIP-behandeling speciaal voor jongeren. En ja, zo op die manier zie je dat er toch nog meer te vinden is tussen jongeren en erfgoed dan je op het eerste zicht denkt. Dus met een beetje moeite krijg je ze wel over de drempel en dan kun je ze misschien nog even houden.